Ik loop hier in de Beersterstraat, in de oudste woonbuurt van Winschoten, de Wevershorn. Een straat, een wijk van vroeger, ambachtslieden, kooplui en middenstanders. Maar ook een straat waarin decennia lang het uitgaansleven bruiste. Want hier, op nummer 3, was jarenlang gevestigd in de jaren 70, 80 en een deel van 90 de bar dancing Just Fancy van Rody Joop Hulsebos. Een begrip in Winschoten en omgeving. Het pand is inmiddels gesloopt en wat rest is een stadstuintje. Maar toch hebben we deze plek uitgekozen om herinneringen op te halen met de mensen die toen een belangrijke rol vervulden binnen Just Fancy. Nou, daar zitten we op een historische plek met 3 mensen die een verleden hebben hier met bar dancing Just Fancy. Johan de Ruiter, Trace de Ruiter en Els Jaarling. Ik begin met de senior. Wat kun je vertellen over die tijd dat je door actief was? Ik heb gehoord als oetsmieter, maar dat is misschien wel weer wat te zwoer aanzet. Wat deed we door in Just Fancy? Ja, gewoon controleren, zeg maar. Als ze een beetje gouden aan stelden. Maar ze stelden natuurlijk allemaal wel gouden aan. Ja, die jeugd, die bezoekers die toen kwamen, die waren voorbeeldig wat daar aan ging. Er was nooit wat te doen? Nee. Dus je had een makkie wat daar aan ging? Nee, van als ze begon, dan bij mij niet meer. En waarom stond die de deur dan? Had die nogal wat in de mouwen of zo? Hoe ging dat? Oh, ja. Boksen? Ja, boksen kon ik wel. Als ze met me vechten wilden, kon ze wel kregen ze mooi sloe. Ja, maar dat huisde nooit, zei het niet, hè? Maar je hebt er wel eens gewoon uitzet, denk ik. Jawel, deed een beetje door opstandig werden in de... In de bar, nou, dan zei ik droet. Nou, dan gingen ze gewoon goed. Ja, behalve die Duitsers, geloof ik, hè, wat je me zo straks vertelde hem. Ja, die sluiten me zelf tegen de deur aan. En toen? Hoe ging dat? En toen heb ik ze teruggepakt. Alle woorden tegelijk. En toen, nou, ze zijn lood, dan ben ze nog weer komen. We hebben ze excuus aanboden. En dat was... Kameroden, toen was af. Kameroden, nou ja. Was dat vanaf begun, toen Joop begon in de Just Fancy? Waar niet vanaf begun, was je de oetsbieter? Nou, nee. Daar ben je zo met jou meegegaan, toch? Ja? Vanaf Royal Club ben jullie naar Just Fancy gegaan. Ja. Er zat natuurlijk nog een stukje voor aan, want het horeca gebeurde van Joop, dat begon al in de Royal Club, Trace, hè? Want... Ja. Jij was niet direct betrokken, geloof ik, bij de... uitvoerende werkzaamheden, maar je had wel een achterliggende gedachte, want jouw ouders waren beide in de horeca. Jawel, en pa is begonnen bij Hotel Jager destijds. En van Hotel Jager naar Royal Club en toen samen met Joop en Just Fancy. Als eerste ben jullie hier begonnen als bar dancing met Joop. Oh, en het ging altijd rustig. Behalve als ze jou aan de stropdas kwamen. Trace, hoe was dat? Want ik zei net, jij hebt zelf niet actief in de club hier, ben je actief geweest, maar jouw ouders dus wel, hè? Als ik een keer in Just Fancy, was voor mij een drama. Van als ik dan een leuk vriendje had en die wou me naar huis brengen, dan kwam pa eraan en die vertelde, ach, weer blijf snel dat mee wachten. Nog even dat eentje weten. Dus dat was niet zo leuk. Maar jij ging wel uit in Just Fancy, ondanks dat zij er wel. Ik kwam wel, maar ik ging vaker uit later in Groningen en in Duitsland. Om het te vermijden dat opa me stond op te halen, dat pa dat geregeld had en dat soort situaties. Wie herinner jij je als medewerker, als discjockeys? Ik herinner mij natuurlijk Jacob Bond, jong overleden, Benny achter de bar, Richard. Was ook nog disjockey in het poosje. Richard Jager. Abby Tempel herinner ik mij als disjockey. Je hebt het over familie, Trace, maar ja. Ja, jij kwam in de familie Dijkman, ja. Hulsebos. Ja. Ja. Maar hoe zat het, Els, leg het... Nou ja, ik kreeg verkering met Gert en hoe dat kwam, toen werd ik al heel direct gevraagd voor om in de bar mee te helpen. Dus toen ben ik direct begonnen van zaterdagavond, zondagsmiddags. En als Lieneke niet kon, dan de vrijdagavond ook nog en de zondagavond. Ja, want Gert en Lieneke waren broer en zus. Of zijn broer en zus, moet ik zeggen. Goed, jij kwam daarin en toen ging je daarin mee. Want toen zaten Joop en Lieneke dus nog op de bar dancing. Ja. En toen wij getrouwd zijn, zijn we direct hierboven komen wonen. Dus ja, heb ik altijd in de bar gewerkt. Ja, maar op een gegeven moment gaan Joop en Lieneke eraf. En dan ontstaat er een nieuwe situatie. Ja,
Maar ja, dat ging gewoon door. En het was altijd vaste personeel. Het was nooit echt wisselwerking. Nee. Was je echt een horecavrouw? Ja, toen wel. Ja, ik ben erin opgegroeid. Ja. Ik heb het gewoon geleerd en ik heb alles gedaan. Wat zijn jouw mooie herinneringen aan Just Fancy? De gezelligheid, nooit de ruzie. Ja, ik vond het heel leuk werk. Toen ik begon, toen was ik 18. Dan begon je om 8 uur tot 2 uur en dan lag je om 4 uur op bed. Later begon het om 12 uur te lopen en tot 5 uur. En dan lag je om 7:30 op bed. Wij maakten met iedereen schoon, iedereen die had zijn taak. En daarna was het gebak, satéetje, tosti, wat je wou, ja. Haakbal. Gezellig. Ja, gezellig. Ja. Mooi dat jullie vanmiddag hier wilden zijn en met ons dit gesprek wilden aangaan. En even terug willen kijken naar wat er toen was. En 10 november, hè, dan staat de reunie op het programma. Ga je er naartoe? Ja. Zeker. Dat wil jij ook wel even. Nog wel even binnenkijken en nog even weer kijken wie er allemaal toen herinneringen hebben aan Just Fancy. Ja, daar ga je. Gaat zeker lukken. Bedankt. Je kunt natuurlijk een bar dancing niet runnen zonder personeel. En Jo Wilsenbos die had zijn mannetjes daar natuurlijk wel voor, die in de jaren hem daarin ondersteunden. En tegenover mij een aantal mensen uit die periode. En even op de rij af, J.U.J., Appie Tempel, Menno Evers en Bert Loden. Ik begin even met Appie, want als ik zo terugkijk even, dan ben jij degene die de discjockey die eigenlijk uit het oudste tijdperk stamt. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt wel. Ik ben zo'n beetje vanaf het begin van de oprichting van Just Fancy ben ik als discjockey begonnen in het voorste gedeelte eigenlijk van Just. Hoe is dat gegaan? Kun je nog terugkijken? Begin jaren 70 zal het zijn? Wel, in die tijd was Joop bedrijfsleider bij Royal Club. Wat ik toen de tijd draaide. En toen jij op een gegeven moment begon met Just Fancy, heeft hij mij naar Just Fancy gehaald. En was Jimmy Zijlstra daar gelukkig mee dat jij daar wegging dan? Want, nou, hij had wel zijn personeel. Daar hebben we later een keer over gesproken, maar daar was hij niet zo gelukkig mee. Maar zo ging dat gewoon in die tijd. Had Royal Club ander publiek als Just Fancy? Nee, het kwam wel zo'n beetje op hetzelfde neer hoor. Ik bedoel, in die tijd was er heel veel top 40 werk. Hè? Dus je draaide gewoon heel veel. Nummers uit de top 40, naarmate de avond vorderde, ja, draaide een beetje gauw ouwe. Het publiek geeft je na afloop een goed gevoel. En daar bedoel ik echt mee van dat je complimentjes krijgt van toffe avond of goed gedraaid. Dat hoef je zelf niet te doen. Dat doet het publiek wel voor je. Gevoelsmatig, was een hele leuke discotheek om te draaien. En dat bedoel ik echt in die zin van leuk publiek. Fijne sfeer onder elkaar, gewoon echt familiair. Menno, hoe heb jij dat ervaren? Geweldig. Dat is een periode, die vergeet je nooit meer. Het is net als de dag van gisteren, je denkt er nog vaak aan terug. Geweldige tijd. Gewone mensen. Hele fijne jeugd. Wat voor een werkgever was Joop? Een hele gezellige werkgever. Hij kon ook soms een beetje nors overkomen, dan had hij zijn dag schijnbaar niet. Maar vind ik een hele leuke vent. Bemoeide hij zichzelf verder met de bedrijfsvoering? Nee. Ja, hij bemoeide zich er wel mee, maar dat merkte hij ook niet aan hem. Nee, een hele gewone normale jongen. Een jongen van de straat. Mooie tijd geweest, Just Fancy. Hele mooie tijd. Ja. Hele mooie tijd. Ja. Ik zal er zo voor aan beginnen. Ja. Ja. Ga even naar Jotju. Jotju, jij 50 meter hier vandaan, hierachter, hadden jouw ouders een restaurant? Ja, dat klopt. Hoe kwam jij in Just Fancy? Hoe kwam ik in Just Fancy? Dat weet ik nog best. Dat kwam via een collega, die is jockey, Koos Hulst. Die heeft toen ook... Die woonde tegenover. Die woonde daar tegenover, ja. Bakker Hulst. Ja. Zoon van Bakker Hulst. Mm-hmm. En die heeft mij eigenlijk in een kruiwagen Just Fancy ingeschoven. En aan de bar gezet, of niet? Ja, aan de bar gezet, maar... Ik wou altijd wel discjockey zijn. Het fascineerde mij. Totdat ik de kans kreeg om in Just Fancy te komen werken. Als eerst achter de bar en later als discjockey op de zondagmiddag. En dat is zo uitgebreid naar zondagavond, zaterdagavond. En, nou ja, en alle feestdagen die we open waren. Mooie tijd geweest? Hele mooie tijd. Ja, dat vergeet je niet weer. Nou zitten we hier weer op die plek waar eens Just Fancy stond. Ja. Wat gaat er dan door jou heen? Heel veel. Wat herinner je dan als meest belangrijke nog uit die tijd? Het beginnen of het starten of het opengaan van Just Fancy en dat die mensen binnenkwamen, weet je wel. En, Niet de beelden van de sloop,
Want die zijn er ook geweest natuurlijk, dat hier de grote slopen... Ja, nou, dat is wat minder. Dat is wat minder. Ik heb er ook wel foto's van, maar dat is echt niet... Nee. Geen plezierige dat deed me wel zeer. Bert Loden, ja. Ik kijk even naar jou, want jij staat er wel wat achter, maar... Jij hebt ook een rol gehad. Ik sta er vierkant achter, Bert. Jij staat erachter. Ja. Jij hebt ook je bijdrage geleverd aan Just Fantasy van toen. Ja, klopt. Ik heb in 83, 84 ben ik hier als discjockey actief geweest. Dries Eefting heeft mij hier ooit naartoe gebracht. En er werd een discjockey gezocht voor de zondag. En zo ben ik hier gekomen. En ik heb hier 2 jaar met heel veel plezier heb ik hier gedraaid. Ook wel eens af en toe op een zaterdagavond. En op een zondagavond. De zondagen vond ik op zich altijd wel gezellig. Want... Dan draaide je tot 6 uur en dan ging Just voor een anderhalf uur dicht. En dan werd er altijd Chinees opgehaald en dan zaten we met z'n allen in de garderobe, zaten we lekker Studio Sport te kijken en Chinees op te eten. En, ik vond het altijd heel erg familiair bij Just. Je voelde je gewoon, het was een soort tweede thuis. Een en al saamhorigheid iedereen stond voor elkaar klaar en altijd vriendelijk, even vriendelijk. En nooit, er werd nooit een nawoord, dat viel er niet. En een en al gezelligheid. Het wordt bevestigd door de andere drie ook om jou toe. En jullie hebben ook ingezet om dat te laten herleven. Ik noem al even 10 november. Ja, klopt. Ja, wij hadden Dries Eefting en ik, die liepen dan een poosje met de gedachte rond van... Goh, het zou leuk zijn om die oude crew van Just nog eens een keer... bij elkaar te krijgen en we hebben onze ervaring met de schutstalparties in Vlachtwedde. En we dachten van, nou, wat in Vlachtwedde kan, dat kan in Winschoten ook. En minstens moet dat ook in Winschoten kunnen. Dus toen hebben we wat mensen opgetrommeld waar we nog contacten mee hadden. Nou, zie je het resultaat en ook volgende week, er zijn er nog meer DJ's. Er zijn 9 DJ's die volgende week acte de présence geven. De kaartverkoop is vooraf gestart. Hoe is dat verlopen? Ja, we hebben de kaartverkoop, dat gaat gewoon via voorverkoop. S'avonds kunnen er geen kaarten meer worden gekocht. We willen ook zorgen dat de mensen zo snel mogelijk binnen zijn, zodat we ook direct van wal kunnen steken. Hier vlakbij, hè? De Haber Jazz Club. In de tramwerkplaats, zeg maar, daar gaat het allemaal gebeuren. Mag ik jullie danken om even terug te kijken op de tijd van toen. We hopen dat het een geslaagd evenement mag worden. Jullie hebben je best ervoor gedaan in de vooraankondiging. Dus we gaan ervan uit dat het een mooi evenement wordt. En wie weet tot een vervolg leidt. Ja. En wij kijken nog even met weemoed hier om ons heen van wat hier eens had of heeft gestaan. Als muren konden spreken. I had to tell